step forward and change me. Ik ben August Rudolf Boldewijn. Ik ben geboren op 26 juni 1947 in Paramaribo. Ik kom uit een gezin van 4 kinderen, moeder en grootmoeder, waarvan ik dus de oudste was. Ik heb gewoond in de Nepveustraat, nu Afiabastraat, vlak tegenover het Meester Bronsplein. En de Nepveustraat is een straat in het midden van wat wij kennen als Frimangrong. Dus je begrijpt dat Bronsplein mijn huis was. Iedere dag was ik op het voetbalveld. Ik heb ook gebasketbald. En daar heb ik in feite een zeer fijne jeugd doorgebracht. Ik moet zeggen, het was een sober leven. In de zin van materiële rijkdom hadden we niet. Een eenvoudig huis met weinig mogelijkheden, weinig ruimte. Maar we hebben erin kunnen leven. Het repareren van zaken in huis, dat was mijn job. En daardoor heb ik dus ook wel, door die situatie, een aantal zaken kunnen leren. Omdat die oude vrouw, mijn grootmoeder, die bepaalde dingen leerde. Mijn moeder was meer een vrouw die buitenshuis bezig was. In de stroopfabriek van CHM, bij Glans aan het Kerkplein was ze dus bezig met werkzaamheden om wat geld te verdienen. Maar het was mijn grootmoeder die eigenlijk de zorg had over ons. Hè? Van wie dus de opvoeding hebben gehad, de normen en waarden, zoals dat heet. En ik was eigenlijk de lieveling van mijn grootmoeder. Ondanks het feit dat ik soms toch wel hardhandig werd aangepakt. Weet ik dus dat ik de lieveling was. En het was een vrouw die jou aanschouwelijk onderwijs gaf. Maar het zijn dingen waarvan ik denk dat ik ze nu ook weer gebruik. Ondanks het feit dat ik toen deze zaken niet wilde aanvaarden. Want ik weet nog dat er een keer voorkwam dat er iets gebeurde in het huis. En zij vond dat ik geen gentleman was. Ik moest een gentleman zijn. Ze laat jou nadenken. Hoffelijkheid tegenover een vrouw. Dat zijn zaken die ze me geleerd heeft. Nou, mijn grootmoeder was dienares in de Rust en Vredekerk. Mijn moeder, die zong in het koor van de Wanika-kerk. Dus dan begreep je wel wat er gebeurt met jou. Iedere zondag moest je naar de kerk. Maar daarna moest je naar de zondagschool. De mooiste dagen in mijn jongensleven waren de zaterdagen. Want dan ging ik dus met mijn grootmoeder naar de markt. De grote markt in de Saramagastraat. En ik weet dat ik tot 2 keer toen mijn grootmoeder al lopende gevraagd heb hoe het komt dat deze mensen in de Saramagastraat zulke grote woningen hebben en wij leven in zo'n klein huis. En ik weet dat ze me tot 2 keer toe hetzelfde antwoord heeft gegeven. Namelijk, dat is de wil van God. En toen begon die animositeit tussen mij en God. Ik vond dat die God onrechtvaardig was en dat ik eigenlijk niet de behoefte had om een dergelijke God te dienen. Het was een boosheid die je kon toeschrijven aan het niet inwilligen, het niet inlossen van een bepaalde verwachting. Een goed dak boven jouw hoofd en dat had ik niet. Dus omdat die God daarin niet voorzag, was mijn relatie met die God eigenlijk verbroken. Geestelijk had ik geen contact meer. Ik ging wel, ik deed wel mee. Maar die relatie was er niet en niemand wist ervan. Ik heb zelf de conclusie getrokken dat mijn nationalisme van vandaag komt vanwege het feit dat ik de verschillen gezien heb tussen rijk en arm. Heel vroeg, als jonge man. En wanneer een kind geconfronteerd wordt met bepaalde zaken, dan is het zo dat die zaken een stempel drukken op zijn ziel. En dat achtervolgt hem het gehele leven. En dat verschil vormt jouw karakter vanaf je een kleine jongen bent, je groeit op. Maar je weet niet
dat deze dingen jou vormen. Ik ben op de AMS geweest. Ik moet zeggen, ik heb de AMS grandioos afgemaakt. Dus dat was geen probleem. Het vraagstuk deed zich wel voor toen ik een beurs aanvroeg. Om een overheidsbeurs om naar het buitenland te vertrekken. Om verder te gaan studeren. Ik wilde eigenlijk economie doen. Maar het bleek dus dat mijn verzoek was afgewezen vanwege de psychologische test. De psychologische test had uitgewezen dat ik ongeschikt zou zijn voor academische studies. Nou, mijn grootmoeder weer, die dat hoorde, die heeft gezegd, maar met zo'n goed rapport kan men jou toch een beurs niet weigeren. Ik ga er werk van maken. Die grootmoeder, die heeft gezegd, luister, ik weet waar Pengel woont. En ik weet min of meer om hoe laat hij thuis komt. Dus ik ga hem opwachten op het moment dat hij uit zijn wagen stapt om hem aan te vallen. Althans, om hem dit probleem voor te leggen. En dat heeft ze ook gedaan. En Pengel heeft gezegd, komen jullie volgende dag. En binnen een week had ik dus een oproep voor de medische keuring. En daarna mijn ticket om te vertrekken. Kijk, mijn grootmoeder weer, die had als eis gesteld dat ik het land niet zou mogen verlaten, alvorens ik mijn belijdenis had afgelegd in de kerk. En dat gebeurde ook, waardoor ik mijn catechisatie heb gedaan. Tot groot genoegen van mijn grootmoeder natuurlijk, hè? Want dat wilde ze hebben. En in augustus van het jaar 67 vertrok ik naar Nederland. Een beurs van economie heb ik niet gehad, wel een beurs voor sociologie. Ik kwam te wonen op een studentenschip aan de Parkhaven tegenover de Euromast in Rotterdam. En toen had je nog geen Erasmus Universiteit, ja, de Nederlandse Economische Hogeschool. Maar op deze hogeschool werd ook sociologie gedoseerd en rechten. En ik kwam daar terecht. En daar heb ik dus de studie afgemaakt. Ik ben verder doorgegaan in de specialisatie bestuurswetenschappen, waardoor ik nu een bestuurssocioloog ben. Nou, toen ik op het schip kwam, ontmoette ik daar een aantal Surinaamse studenten die voor mijn tijd daar waren. Anderen waren samen met me gekomen. Maar met name de studenten die voor mijn tijd daar waren, die hadden veel overgenomen van het Marxisme. En ik weet nog dat ik op een kerstdag, of een van die dagen ligt bij kerst, had ik gedacht om de Bijbel, het Bijbelse verhaal over Jezus' geboorte voor hen te lezen. Ik dacht wel dat ik de Bijbel kende. Maar nadat ik klaar was, begon men vragen te stellen. Vragen die mij toch wel enigszins in verlegenheid hebben gebracht. Over mijn geloof die ik dacht te kunnen hebben of moeten hebben in God. En dat was het begin van de meest ellendige periode in mijn leven. Omdat vanwege de zienswijze die ze hadden met betrekking tot het Marxisme, die zij poneerden op het geloof, bijvoorbeeld dat geloof en het christendom niets anders is dan opium voor het volk, om het volk onder de duim te houden, om ze te zussen, om niet in protest te komen en dat soort zaken. Al dit soort zaken die hebben mij doen twijfelen nu aan het christendom en het geloof. Ik ging nu vragen stellen aan mijn eigen geloof. Maar aan de andere kant kon ik dus dat gewelddadige van die revolutie van het Marxisme niet aanvaarden. U begrijpt wat er dan gebeurt. Je aanvaardt het ene niet, maar het andere, daar heb je zoveel twijfels over, dat je gaat leven in een vacuüm. Een lege ruimte. Je hebt geen houvast meer aan niets. De twijfels over het christendom enzovoort heb ik dus behouden tot mijn komst in Suriname, waar ik dus eigenlijk geconfronteerd ben geweest weer met andere zaken die mij gaan overtuigen van het geloof in Christus, het geloof in God.
Er was namelijk iemand van wie ik nooit zou hebben gedacht dat die persoon mij zou komen wijsmaken wie God is. Is iemand die eigenlijk een leven heeft geleid dat niet de overeenstemming was met het woord, met de Bijbel. En toen ben ik me toch wel enkele vragen gaan stellen van, hoe komt dat zo dan? Hoe komt het dat ik zo lauw ben en die persoon is zo warm, terwijl de persoon nog lauwer was, in feite ijs was? Uiteraard ga je dus in je eigen leven kijken, toch? Van, ik ben eigenlijk geboren in een christelijk gezin. En ik heb God losgelaten. Die mevrouw die geen relatie had, die heeft die gepakt en die heeft die gegrepen. Omdat er iets is, een macht is, die mensen verandert, ja. Die mensen tot andere gedachten leidt. En het is niet zomaar iets dat iemand plotseling opstaat en zo is. Ik was onder de indruk, helemaal onder de indruk. Maar daarnaast ben ik gaan kijken naar mijn eigen leven, naar mijn geschiedenis. En ik zag daar momenten in, onder andere toen ik naar Nederland moest vertrekken. Want ik had God losgelaten toen ik een kleine jongen was. Ik was boos op God. Maar is het niet die hand van God dan die al die tijd met me bezig is geweest? Ik ben afgestudeerd, ik heb geen problemen gehad in Nederland. Ik ben getrouwd geweest. Hoe komt het dan dat ik zo lauw ben en dat ik niet naar de kerk wil gaan? Er was een ander moment. En dat is namelijk toen ik wilde verhuizen. Om bepaalde redenen. Terwijl ik bezig was te bezig met die omgeving waar ik ga eten, hoor ik een stem. En die stem zegt, je moet niet verhuizen. Je moet dit huis verbouwen, je moet niet verhuizen. Dat was eigenlijk een stukje shock voor mij. Waar komt die stem vandaan? Nou heb ik dus verschillende mensen gesproken over dit soort zaken. En wanneer ze hun verhaal vertellen, zeg ik, ja, maar dat is waarschijnlijk een fictie, een verhaal. Maar wanneer je het zelf hebt meegemaakt, dan sta je er versteld van. Dan zeg je, dit is niet een normale fysieke stem. Want je kunt hem niet thuis brengen. Maar het moet een hogere eenheid zijn die mij kennelijk wil behoeden voor andere zaken. Verder is het zo dat de doorslag voor die verandering was een andere kennis van mij die in een Pinkstergemeente zat. En uiteindelijk werd ik zelf lid van die Pinkstergemeente. En daar heb ik die vorming en de Bijbelse leerstellingen. Die heb ik in de diepte gehad. Daardoor is mijn geloofsleven ook weer verrijkt. Mijn vrouw heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn geloof. Want ze is consequent bezig geweest met het woord en met de kerk. Vandaar dus dat ik eigenlijk ook binnenshuis in mijn gezin die ondersteuning heb gehad voor het geloof weer in God. Het oppakken van die draad die ik eigenlijk in mijn kindertijd had losgelaten. En dat overtuigt jou van de richting waar God met jou heen wil. En dat is niet een richting van opstandigheid en boosheid en strijd. Maar dat is een richting van gebruik van jouw verstand en jouw verstandelijke vermogen. The power to change me. Vanaf 20 oktober mag u ook bellen voor uw gratis boek via het nummer 520055 of uw sms POWER naar 8689300. Ook u kan de kracht voor verandering ervaren. Bel nu met 520055 indien u gebed nodig heeft of als u een vraag wilt stellen. Wij staan 24 uur klaar om uw telefoontje te beantwoorden.